Adnan, ik zag een enorme ontlading in de afloop bij het publiek, bij de spelers. Ja, lijkt me ook wel logisch. Ja, dat is zeker logisch. 3 punten waren hard nodig. En ja, dat is nu gelukt. En ja, dat is gewoon top. Het was een beetje de laatste strohalm voor NAC. Hè? Want NAC wil ook nog graag die na-competitie ontlopen. Dat je, als je dan 2 goals maakt, belangrijk kan zijn. Ja, dan moet je een supergevoel hebben. Ja, die heb ik ook zeker. Ik heb zeker een supergevoel. En dat is altijd als je scoort en vooral als je wint. En dat ik nu 2 keer score en 3 punten pak voor het team, is dat gewoon top. En ja, we hebben met z'n allen hard gewerkt. En ja, is dat toch gewoon heel belangrijk voor ons, 3 punten, om naar boven te gaan. En elke wedstrijd is nu een finale. En ja, je ziet toch ja, hoe we nu voetballen. We krijgen meer kansen, we vallen meer aan. Kijk, met Demi erbij heb je meer creativiteit en die veel inzicht heeft voor steekpaasjes en paasjes. Ja, en dan kom je tot kansen. Dat begint denk ik te lopen, hè? Daar met Demi de Geo, met jou klikt het volgens mij. En Mats die een aardige wedstrijd speelt. Ja, we hebben ja, als team eigenlijk heel goed gespeeld. Zie je hoe dreigend Mats is en hoe dreigend Demi is met zijn creativiteit. Ja, het liep wel lekker, ja. Het liep zeker lekker. Is Demi de Geo met zijn voetballend vermogen, zijn creativiteit, maar misschien ook wel zijn leiderschap, zeg maar de ontbrekende schakel die NAC nodig had? Ja, dat denk ik wel. Dat merk je ook en dat zie je. En, je moet zoveel mogelijk Demi ook opzoeken, de bal inspelen. En die kan dan weer verleggen naar de zijkant met steekpaasjes of met een goede paas. Waardoor we tot goede aanvallen komen en dan zie je dat dat ook lukt. Deze overwinning sterkt dat NAC in de gedachte dat die na-competitie nog te ontlopen is? Ja, absoluut. We moeten nu gewoon naar boven kijken, dit vasthouden en doorpakken tot volgende week.